fungus. Heb je wel schimmel gehad bij je thuis? Ja. Ja? Ja. Ik zit even te denken waar. Want er was zeg maar, ook in Utrecht was dat toen. Er was echt zo'n bastard bitch, bloody fuck, van een huisbaas. Was er zeg maar in zo'n toilet. Was er echt zo'n enorme waterkring, zeg maar, yeah, van shit wat gelijk was. Yeah. En ik zei zo tegen hem van, joh man, als ik erin kom, is dat dan geverfd? Ja, ja, is gewoon geverfd. Kom erin, niet geverfd. Fucking de hele periode dat ik er heb gewoond, niet geverfd. Maar je hebt het ook zelf niet gedaan. Nee, tuurlijk heb ik het zelf niet gedaan. Flikker op. Ja. Het huurcontract was 8 maanden. Toen moest ik weer oprotten. Ja. Heb je daar maar 8 maanden gewoond? Ja. Was dat nadat je met Milan en zo samenwoonde? Ja. Dat was toch ook in Utrecht? Dat was Hilversum. Hilversum, ja. Hilversum, Utrecht, 8 maanden. Hilversum was een jaar. Ja. Alright. En toen ging je naar Fuck Beach. Fuck Beach Bloody. Ja. Op de hoek van Shanghai. Oh, echt? Ja. Daar woont mijn oom. Serieus? Ja, man. Heb je hem wel eens gezien? Die heeft zeker die ene... Lemdoys. Nee, zo'n vleeshomp in zijn woonkamer. Hij staat de hele dag te scheren. Klopt. Ja, ja, ja. Oh, daarom is het zo warm bij hem altijd. Bro, bij hem is tering warm. Bro, weet je wat? Laten we kapsalon eten. Wanneer? Vandaag? Ja? Ja. Let's go. Mag het van je vriendin? Tuurlijk. Oké. Maar we fixen het wel. Oké. Schat. Oh nee, wacht. Deze aflevering komt later online. Shit. Ik zeg gewoon in deze aflevering dat het mocht. Oké, goed. Ik zeg gewoon dat jij het wilde. Bro, we doen alsof Isabel er nooit een probleem van heeft gemaakt. Nee, dat heeft ze nooit. Gewoon nog nooit. Bro, we halen gewoon een kappie en het komt goed. Extra alles. Pff, ik heb een plek hier, bro. Ja? Eng. De vorige keer waren we daar ook. Die was eng. Die was goed. Die was heel goed. Ja. Bro. Ja, 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 ja. Ja, man. Toen speelde Nederland nog. Echt? Met het kroegie en die de domino's oh, waar ja, we wachten. Ja, man. Precies. Vertelde die over Boegbeeld. Ja, bro. Ja. Ja. En dat is nu gelanceerd. Dat is nu gelanceerd. Ja, man. De baardolie. Klopt. Lekker, man. Hoe ziet mijn baard eruit? Heel goed. Ja, komt door mijn olie. Ja, klopt. Ja, nee, maar het is wel een essentieel onderdeel van het verzorgen van een baard. Ja, man. Zeker Tuurlijk. Weten. Zeker weten. Ik vind het ook wel geinig. Kijkers vroegen zeg maar aan mij of ik zeg maar de baardolie ging halen. Ik zei van ja, dan moet je eerst wel een baard hebben om de olie te halen. Ja, ik heb het wel naar mensen gestuurd, maar ik ben daar wel selectief in geweest van mensen die wel een beetje baardje hadden en zo. Ja, ik dacht ik kan jou wel sturen, maar je gaat toch geen reet mee doen. Ik heb er niks aan. Ja, nee. Tenzij ik mezelf wil insmeren ermee of zo. In principe kan het, want de ingrediënten die erin zitten zijn ook gewoon fucking goed voor je huid. Ja. Maar dan zou je het meer als... huidverzorging en als luchtje opdoen. Een beetje lotionachtig. Beetje lotionachtig. Maar het is natuurlijk voornamelijk de combinatie van je huid en baard. En dat je dat gewoon goed verzorgt, man. En ja, het loopt goed, bro. Maar oké, wat maakt baardhaar anders dan hoofdhaar? Baardhaar, dat noemen ze terminale haren, bro. En jouw hoofdhaar is een mix van terminale en donsharen. Oké. Dus jouw baardhaar, dat kan je vergelijken met je neushaar, je okselhaar. Dat groeit gewoon oneindig. Nou ja, en het is een... van als je dat heel erg zou inzoomen... is gewoon de structuur en hoe dat wordt opgebouwd is anders. Oké. Okay. Daar waar bijvoorbeeld jouw hoofdhaar... ja, voel dat maar en vergelijk dat maar met bijvoorbeeld ook je schaamhaar. Dat is niet zo, dat is niet zo zacht. Oké. Okay. Het is gewoon veel stugger ook vaak. Het verschil tussen mijn baard en mijn hoofdhaar is gewoon extreem groot. Maar gebruik je conditioner voor je hoofd? Nee. Hm. Nee, niet eens. Oké. Okay. Maar het ding is dus, kijk, uiteindelijk heb je per se een baardolie nodig. Nou ja, niet per se, weet je. Dat het is voor ieder... Ach, doe even mijn pet af, bro. Hold up. Ja, de schaduw is fix. Ja. Maar ik zit wel echt tering lekker nu. Ja, nee, prima toch? Ja, zo beter. Nee, het verschil tussen een... of met baardolie, kijk, moet je het gebruiken? Nee, dat hoeft echt niet iedereen. En je zou het ook best thuis kunnen fixen. Als jij een mooie olie koopt, weet ik veel, en jij test dat. Zo'n arganolie bijvoorbeeld. Jij koopt daar een hele batch van en jij smeert dat in je baard. Dat zou ook gewoon goed kunnen werken. Het ding van een baardolie is dat je bepaalde ingrediënten bij elkaar brengt van olie, wat gewoon goed voor je is. En die geur die erbij zit. Juist. Dus dat maakt hem gewoon zo uniek. En die van ons bijvoorbeeld, dat is, ja bro, dat ding,
ik ben het gezicht van. Maar het is gewoon echt een fucking zieke olie. Echt waar. Mm. En dat is één kant van het verhaal. En de andere kant is denk ik ook dat mannen hebben daarbij niet heel veel verzorgingsproducten voor zichzelf. Ook. Dus je hebt ook een soort moment voor jezelf waarbij jij ook iets gewoon doet. Yeah. In plaats van dat wij gewoon de badkamer inlopen. Uit. Even mijn gezicht even splashen. Ik poets mijn tanden. Ik smeer wat in mijn hoofdhaar en that's it. Ja. Yeah. Misschien dat niet eens. Doe mijn pet op en klaar. Mm. En hierbij heb je toch ook wel weer gewoon even gewoon... Hé man, vandaag ga ik ook even mijn baard wassen. Gooi er een kam doorheen. Even een olietje. Dan is die weer gewoon helemaal fris, clean, verzorgend, netjes. De olie is net als een strijkbout voor je overhemd. Precies. Juist. In mijn optiek onnodig. In jouw leven onnodig. Deze discussie hebben we al gehad op stream. De fucking strijkbout shirt. Daar kunnen we het zo nog wel even over hebben. Ja, oké. Nee, maar in feite wel. Want het zorgt er ook wel voor. Het is geen shaper, maar het zorgt ervoor dat je haar echt super zacht worden. Yeah. Waardoor je het wel makkelijker kan in vorm kan vormen. Brengen. Juist. Ja, man. En ja, dat is het voornamelijk. Als dus jij kan bewijzen van door middel van de olie een pik sculptureren op je baard. Dat nou weer niet. Oh, dat okay. Zou je dan weer wel een wax of zo moeten gebruiken. Okay. Maar dan zou ik hem van jou kunnen sculpturen. Sculpturen. Oké, maar ander vraagje. Is er ook olie dan voor je hoofdhaar? Uiteindelijk bro. Even laat ik het dan zo zeggen. Zou je baardolie ook kunnen gebruiken voor je hoofdhaar? Is je vraag meer van wat maakt een baardolie? Want waarom is het niet verzorgingsolie? Heeft het niet meer functie dan alleen voor je baard? Tuurlijk. Ja. Tuurlijk, zeker weten. Je zou het in principe ook in je hoofdhaar kunnen smeren. Alleen een hoofd of je hoofdharen insmeren met een olie, dan kan je sowieso geen reet meer met je haren. Dat klopt. Want ja, dat kan je er wel nu insmeren, maar smeer maar een keertje olie in je haren. Dat krijg je helemaal niet meer in vorm. Dat gaat gewoon zo plakken en that's it. Dat kan er hangen. Ja, omdat het dus ook zo heel zacht is. Daarom zit je ook vaker aan zo'n een balm of een wax of weet ik veel, dat je nog een beetje kan shapen. Dus vandaar zou ik het niet aanraden, maar vanuit echt letterlijk de ingrediënten, dan zou je het gewoon in je haren kunnen smeren. Want dat wat erin zit, is gewoon heel nice. Juist. Maar het is wel weer met een geurtje eraan. Dus ja, ik weet niet. Nou ja, dat zeg ik wel. Maar er zijn natuurlijk heel veel producten die op je hoofdharen smeren. Die gewoon echt ergens naar ruiken. Ik heb altijd wel dat je een wax of iets gebruikt. Dat ruikt gewoon naar een bepaald geurtje. Dat zit er gewoon in. Een parfum wat ze erin hebben gezet. Ja, klopt. Dus ja, het zou kunnen, bro. Het is meer gewoon dat je voor een specifieke doelgroep, voor een specifieke haargroei, probeer je een product op de markt te brengen. Juist. In combinatie met de geuren die erin zitten. Mm. Want daarmee probeer je wel te kijken van ja, wat past een beetje bij een man qua mannelijke geuren. Dan ga je, dat kan ook. Je kan ook een wat bloemigere olie maken. Maar we proberen wel natuurlijk een beetje in de range te zitten van, hey, wat vinden mannen ook lekker om te dragen. Juist. En tot nu toe gaat dat goed, man. Die olie, hij verkoopt gewoon lekker en mensen zijn er fucking blij mee. Dus nice. Datgene wat we hadden beloofd, dat... is gebeurd. Ja, man. Ik vind dat zo tof. Het is ook iets heel gewoon... uniek. Ja, gewoon uniek qua... Het is geen merchandise of zo. Het is gewoon echt een ding op zichzelf. Klopt. Dus ja, ik ben benieuwd, man. Sowieso. Als er mensen zijn die een baardolietje willen, dus Boegbeeld. Ga het zoeken. Boegbeeld.shop. Op internet en ga checken, man. Ja. We zijn sinds kort bezig. En als Don een keer een baard heeft... jij hebt wel... Ik heb die foto laatst gezien. Want ik ging gewoon weer kijken van wie de fuck hebben er nou allemaal snor of baard of zo in de scene. Toen was ik even teruggescrollt bij. Ja, die vieze Bef snor terwijl Movember van vorig jaar. Ik ga het weer doen. Oh, je hebt het wel in je dus. Stel nou dat jij die een beetje bijknipt en shaped. Bro, ik zeg je eerlijk. Volgens mij gaat het je staan ook. Echt waar. Want je hebt hem want hij was toen heel onverzorgd en gewoon het wild. Was gewoon, ik liet het gewoon groeien. Je hebt het geen reet aan gedaan. Klopt. Maar als jij die gewoon netjes in een vorm knipt en zo. Nou, ik denk dat die te licht is. Ik denk dat die dan, in tegenstelling tot mijn hoofdhaar, dan zeg maar een te lichte kleur heeft en dat het dan vreemd overkomt of zo. Ja, maar je hebt het nooit geprobeerd. Ja, dat is ook weer zo. Ik zou het gewoon echt proberen als ja, wel. Mijn vriendin is er niet van. Ja, die wennen er wel aan. Ja, het is een snor. Die wennen eraan.
Isabel zei ook in het begin, ja dit, ja dat. Vriendinnen zeggen dat altijd. Mm. Omdat het dan kriebelt en dit en dat. Kriebelen doet het sowieso. Klopt. Maar het kriebelen kan je in je voordeel helpen. Hè? You can tickle some on the good places, you know? Tickle that asshole. Tickle stash. Ja. Nee, maar kijk, dat snap ik. Als je in één keer een tering dikke snor hebt. Maar ook dat, ja. Ik zit er maar zo in. Als jij het zelf wilt en je wilt het gewoon een keer een paar maanden proberen. Ja. Doen. Ja, maar als je zelf zoiets hebt, het stering lelijk, ja, fuck it dan. Ja. Maar vorige keer liet je hem wel echt gewoon zo wild. Gewoon een, dit is mijn snor. Ja. Je hebt er ook niks aan gedaan toen. Niks. Ja. Gewoon groeien. Kijk, het was meer zeg maar ook gewoon een test van hoe ver kom ik. Je kwam best ver hoor. Jawel. Heb je die foto nog een keer teruggekeken? Laatst nog. Ja. Hoe vond je het? Ja, vond het er niet uitzien. Ik moet het ook doen eigenlijk. 1 november gewoon scheren en dan gewoon laten groeien. Dat zou ik nooit van mijn leven doen, man.